Ik ben Michel van der Boogaard. Ik werk sinds 2005 bij ProRail. Ik ben begonnen als inspecteur en ik ben nu landelijk de fauna-specialist. En dat is een nieuwe functie die speciaal is ontstaan omdat we zoveel hinder hebben van ooievaars, dassen en bevers. En ik heb als doel om binnen ProRail hier oplossingen voor te vinden en te zorgen dat er bedrijfsvoorschriften komen. Dat we er klaar voor zijn. En dat zijn we nog niet. Dat moet ik er gelijk bij vertellen. Daarnaast wil ik ook gaan bereiken dat we minder aanrijdingen met dieren hebben. Er zijn er schrikbarend veel als je dat optelt in onze registraties. We moeten ontsnipperen. Dus binnen ProRail hebben we heel veel raakvlakken met de omgeving en de natuur. En de das en de bevers zijn een heel belangrijke die nu eigenlijk alle aandacht krijgen, omdat ze zo een groot risico veroorzaken. En ja, zo ziet dat er dus uit. Dit is een pithole ontstaan door een beverhol. En ja, iedereen die een beetje verstand van spoor heeft, die schrikt zich hier helemaal lam van. Want dit is echt riskant. Wat zien we? Nou, toch wel ruim 2 dwarsliggers die aan één kant niet meer ondersteund worden. Dus als hier een zware trein overheen gaat, dan ontstaat er een kuil die spoorstaaf gaat inveren. Je weet niet of er een veel meer holte onder zit. Je kunt het gewoon niet zien van bovenaf. Dus als er een trein overheen rijdt, gaat die derde dwarsligger dan ook zijn ondersteuning verliezen? Je weet het niet. Dus in dit geval moet het treinverkeer stilgelegd worden. En dit was bij Grinsveen. Dit was wel de ergste die we gezien hebben, voor zover ik weet. En zo hebben we er 4 gehad. We hebben te maken met bevers en dassen. En de bevers die veroorzaken op allerlei manieren problemen. Zit er ook een lampje in? Nee, hè? Nee. Lopen we gewoon naartoe. Oké, ja. Oh zo, ja. Bevers knagen aan hout. En als een boom omvalt, dan kan die in het spoor vallen. En dat kan gewoon de trein blokkeren. Hij kan ook op de bovenlijnen komen. En dat kan ernstige schade veroorzaken. Dan kan je zomaar een dag geen treinverkeer hebben op een belangrijk baanvak. Ja, een ProRail bestaat in deze wereld om te zorgen dat die treinen kunnen rijden. Dus dat zijn precies de dingen die wij moeten voorkomen. Dus die boomworp is al een ernstig risico wat we niet willen. Nou, kun je voorkomen door die bomen die dicht bij het spoor staan en zo hoog zijn dat ze in het spoor kunnen vallen, weg te halen. Dat stuit op heel veel weerstand. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar op grote schaal. Je kunt ook die bevers proberen weg te houden. Dat is een lastige. Nou, het is een risico en daar moeten we ook wat mee. De tweede, wat bevers doen, is dat ze zijn ingenieurs. Ze kunnen dammen bouwen en ze kunnen hele grote gebieden onder water zetten. Dat betekent voor die dam dat het water omhoog gaat en achter die dam kan het zelfs wat lager worden. Pijlwijzigingen zijn voor de stabiliteit van een spoor ook funest. Dan komt er water tussen het zand en dan krijg je een beetje het drijfzandeffect wat iedereen wel kent van op het strand lopen. Ja, die trein die kan dan gaan zakken. En dan heb je dus een veel grootschaligere verzakking dan zo'n pithole wat ik op de vorige dia had. Ze kunnen duikers dichtstoppen met takken. Om ook weer een gebied onder water te zetten. En ik heb eens gezocht op internet. Zijn er nou voorbeelden van ontsporingen van treinen als gevolg van bevers of dassen? En ik heb eigenlijk alleen maar voorbeelden gevonden in Canada. Die waren allemaal het gevolg van die pijlwijzigingen en die dammen en obstructies. Dan gaat het water zo erg stijgen dat het op een bepaald moment het hele baanvak, een heel taluut, wegspoelde. En als er dan een trein overheen rijdt, dan is het afgelopen met die trein. Nou, dat soort situaties zijn niet in Nederland te verwachten, want we hebben niet zoveel relief dat er zoveel water kan gaan opstuwen dat er een heel taluut wegspoeld wordt. En dat was in Canada het geval. En dat is die vloedstroom die dan ontstaat. Nou, bevers die graven ook en dat doen dassen ook. Dus rechts komen ineens de dassen er ook bij en dat is het enige wat die dassen voor ons veroorzaken. Maar dat is nou ook gelijk wel een heel eng risico. Nou, bij bevers specifiek dat ze altijd onder water beginnen met graven, zoals ik hier heb weergegeven. Je vindt die holen dus niet, want het zit onder water. Nou, graven ze een tunneltje opzij en dan omhoog. En dan maken ze ergens tussen, vlak boven het grondwater of vlak onder het maaiveld, maken ze een kamer. En die kamer kan ontzettend groot worden, wel 6 kuub. Dat is een extreem hoor.
Als het gaat instorten, is het voor een bever op zich geen probleem. Want dan gaat hij het dak gewoon opnieuw maken, maar dan van hout. En dan krijg je zo'n traditionele beverburcht van dikke takken. Maar in het linker gedeelte van dit plaatje zie je dat het eigenlijk niet een groot gevaar is. Dat zit naast het spoor. Dit bestaat ook heel vaak, dat je een soort voorteluut hebt. Die is minder eng. Maar rechts, ja, dan zit hij gelijk onder het spoor zelf. En dan heb je dus kans op zo'n pithole. Met name als die kamer die ze graven heel hoog zit. En mijn indruk is dat ze die kamer heel snel kunnen maken. In 1-2 dagen of nachten. Dus het is heel eng risico. Als die kamer goed bevalt, dan maken ze ook nog een klein luchtgaatje naar boven. Waar de B bij staat. En dat dekken ze dan af met takjes en blaadjes. Dus je ziet er bijna niks van. Je kan in het water soms wat uitgegraven grond zien. Andere kleur of schuim. Maar dan moet je er echt specialistisch over hebben. Anders loop je hier gewoon overheen zonder te weten wat er onder je voeten zit. Nou, de dassen die graven ook vervelende holen. En die hebben een grote voorliefde voor zo'n helling om in te graven. Dat graaft veel makkelijker dan recht naar beneden, want dan moet je al die grond omhoog brengen. Dus die sporteluuts die vinden ze geweldig. Mooi droog en een lekkere steile helling. Maar het voordeel van ons is wel dat je die uitgegraven grond kan zien. En dat hol kan je zien. En je kan de holen naast elkaar tellen. Dus je krijgt een beetje een indruk van hoeveel grond is er uitgegraven. Dus bij een das is dat veel beter waar te nemen dan bij een bever. Maar als daar dan heel veel struiken omheen staan, dan kunnen we het toch weer niet zien. Dus we missen ze ook. We hebben op dit moment niet landelijk 100% in beeld waar dassen aan het graven zijn. En als er veel struiken staan, dan zie je ook niet dat de taluut al begint te scheuren omdat het aan het verzakken is. Dus die struiken zouden eigenlijk weg moeten op die taluuts. Ik heb daar rechts bij die das een beetje wat witte streepjes ingezet, want je weet gewoon niet hoe diep het gaat. Je kunt die storthoop zand kan je zien, dat is 1 kuub of 6 kuub. Of het is alweer verdwenen met de wind en in de vacht van die dassen. Maar het is een beetje een indicatie voor hoeveel gangen er is. En hoe was het ook alweer? 1 kuub grond, het staat voor 16 meter gang geloof ik ongeveer, 30 centimeter breed. Maar je weet niet waar ze heen graven. Die gangen die raken elkaar, kruislinks. We hebben allerlei pogingen gedaan om dat wel in beeld te krijgen. Met rioolcamera's, met zondes, met grondradar. En eigenlijk lukt het niet. Dus het is, als je dit ziet, dan loop je een risico en je kunt niet goed inschatten hoe groot het risico is. Nou, het grootste risico is gewoon toch die beverholen. Want dat is dus heel groot, veel groter dan van een das. Ondanks dat een das wel generaties lang door kan graven, die kamers worden minder groot. En als het een heel grote dassenburcht is, dan bestaat die uit veel gangen. Als dat gaat instorten, dan krijg je een verzakking van het spoor over een grotere lengte. En dat is minder eng dan zo'n pithole waarin dat wiel van die trein ineens naar beneden moet. Die bevers die kunnen dus vlak onder het oppervlakte graven, want ze denken dat ze takken op kunnen gaan leggen. Ze zijn moeilijk vindbaar en ze ontstaan snel. Dus nog even, als je nou achterin zit en net niet goed kon zien, zo ziet het eruit. Een hele goede vraag van ons management is, ja, want wij hebben allemaal nu een onderbuikgevoel van, ja, maar dit is belangrijk, hier moeten we echt wat mee doen. Het risico is groot en het management, ja, die is huiverig, want de oplossingen die wij kennen zijn allemaal heel erg duur, dus hoeveel aandacht moet je hier aan gaan geven? Dus de vraag is, hoe groot is het risico nou werkelijk? Nou, dat kunnen we niet echt uitrekenen, maar we hebben een soort expert judgment gedaan. En de uitkomst was, als je zo'n pithole hebt en 2 dwarsliggers aan 1 kant worden niet meer ondersteund. We weten ongeveer hoeveel incidenten er zijn. Maar we ontdekken het ook. Als je op tijd ontdekt, dan is de kans op een ontsporing eigenlijk niet zo groot. Dus het hangt er ook vanaf hoeveel er geïnspecteerd wordt. Dus dat hebben we allemaal een beetje meegenomen. En toen kwamen we voor de bever uit op een kans van 1 keer in de 140 jaar. En voor de das wat minder, 1 keer in de 600 jaar. Nou, eigenlijk konden wij een beetje achterover gaan hangen. Want, oh, dat valt toch een beetje mee. Dat valt wel een beetje mee. Echt de kans op echt ontsporing en met dus lichamelijk letsel en dodelijke gevolgen, die is eigenlijk best klein. Maar de kans op een verstoring van de treindienst, ja, die is natuurlijk levensgroot. Want
als je zo'n pithole hebt, ja, dan moet je het treinverkeer stilleggen. En je moet het herstellen. En je moet vervolgens preventieve maatregelen nemen. Iedere keer heb je verstoring. Dus die kans is veel groter. Die hebben we nog niet bepaald. En we gaan nog wel echt rekenen, hoor. In plaats van alleen maar expert judgment gaan we ook nog een adviesbureau vragen om er echt aan te rekenen. Want we willen het beter weten. Nou, dit zijn 37 locaties waar we nu onze aandacht op hebben gevestigd. Je ziet hier nummer 32, Voerendaal, een das. Waar is Voerendaal hier? Nou, vandaag zou ik hier staan met mijn collega ecoloog Volkert Volbeda. Die kon niet, want Voerendaal vreet al zijn tijd. We moeten daar handelen, het staat helemaal op scherp. En vandaag moet de ontheemingsaanvraag de deur uit. Dus helaas is hij er niet, om die reden. Sinds 2021 hebben we 15 incidenten die hinder veroorzaken. Godzijdank nog geen ontsporingen. Die 15 incidenten staan hier ook tussen. Maar ik wou maar dat niet helemaal gaan uitwerken. Dit is het acute herstel bij de dassen aantasting van spoor bij S. En je ziet hoe drastisch dat is. Wat hierbij opviel, was dat die dassen die zijn gaan graven, maar echt onder het spoor zelf hebben ze niet gegraven. Want daar is dat zandlichaam zo erg aangedrukt. Ze zagen, ik ben er niet zelf bij geweest, maar ze zagen de nagelafdrukken in zand. Maar die das die is omgekeerd en is de zachtere grond weer ingegaan, die er ook was. Dus dat is misschien onze redding geweest hier, ondanks dat er wel al verzakkingen geweest waren. Dus er is wel zoveel grond weggegaan dat het tot problemen leidde. Nou, je begrijpt dat dit niet eventjes gebeurd is. Dit is een drastische ingreep. Nou, dit is dan zeg maar acuut herstel, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Je wil ook gaan voorkomen dat het weer opnieuw gaat gebeuren. Dus bij S en Vught zijn we nog lang niet klaar. We zijn nu de plannen aan het maken. En, nou, de plannen zijn nu eigenlijk klaar, maar die moeten uitgevoerd gaan worden. En wat kun je doen? Nou, tegen bevers. Dit was de eerste verzakking bij Taarlo in Drenthe. En je ziet vooraan, dat is een hoofdwatergang. Dat water stroomt naar links. Daar had die bever een dam gemaakt. En die dam was eigenlijk de aanleiding om nog eens goed te gaan kijken daar. En toen werd die verzakking ontdekt. Die daar op de achtergrond, achter die bomen aan de hand is. Daar ligt het spoor. Nou, dit greppeltje, dat gaat naar de spoorsloot. Dus je hebt hier een situatie met eigenlijk twee sloten naast elkaar. En die spoorsloot, daar was die bever uit gaan graven richting spoor. En ja, die hebben we gewoon leeg kunnen laten lopen in dat hoofdwatergangetje wat een stukje lager stond. Dus dit was een hele makkelijke situatie eigenlijk om wat ons betreft de boel weer veilig te maken. En doordat die spoorsloot leegliep, konden wij weer gaan inspecteren. Je kon gewoon die beverholen zien zitten, in plaats van dat je daar met heel veel moeite, met een waadpak aan en een stok moest gaan prikken op zoek naar holtes. En de kosten van deze ingreep zijn natuurlijk minimaal. Dat was een ideale situatie. Maar ja, kan dit? Nou, dit kan lang niet overal, want als die spoorsloot het water laat wegzakken, dan ben je dus ook het pijl aan het veranderen onder het spoor. En dat kan dus tot verzakking leiden. Goed, we hebben hier afgewogen van ja, dat slootje, dat is daar al heel lang een soort zakslootje. Dat staat af en toe droog en af en toe staat er water in. Dus waarschijnlijk kan het geen kwaad om droog te staan. En als dat tot de verzakking leidt, dan is het een minder enge verzakking op grotere schaal dan zo'n pithole. Dit was de eerste maatregel. Nou, andere optie is, dat was er vlakbij, ik vermoed dezelfde bever. Want omdat we het slootje hadden laten leeglopen, is die bever vertrokken naar de andere kant van het spoor, waar die ook vandaan kwam, denk ik. En toen is hier gaan graven, toen kregen we hier een verzakking. En dat hebben we opgelost door in de spoorsloot een gleuf van 1 meter diep te graven in de bodem. En dat helemaal vol te storten met steen. En deze stenen, dat is voor ons heel bekend materiaal. Dit is wat ook onder het spoor zelf ligt. We noemen het ballast. En het idee was om hergebruikte ballast, wat ergens anders bij een spoor vrij kwam, te gebruiken. Maar dat was helaas niet vindbaar. Dus het is toch nieuw spul geworden. Ja, dat maakt het wel weer A, duur. En de milieubelasting is hoog, want dit spul komt uit Noorwegen. Ja, het heeft heel veel materiaal gekost. En eigenlijk die geul graven van 1 meter diep, dat lukte helemaal niet. Want die sloot, dat bleek, die had geen bodem. Dat was water wat langzamerhand dikker werd naar beneden toe. En dus de graafmachine die moest dwars door die sloot heen.
Die moest daar rijplaten voor neerleggen. Eén rijplaat is verdwenen, die ligt er nog steeds. Die rupsbanden die waren helemaal weg. Dat was een heel lastig project. De sloot is min of meer vernietigd, zoals je ziet. Maar als je nu gaat kijken, dan lijkt het weer heel wat. Want de natuur die herstelt zichzelf. Deze maatregel hebben we geprobeerd. Maar we hebben hem niet bovenaan staan om hem te herhalen. Dit is net gebeurd. Hier hebben we ook stenen gedaan, maar veel grotere. Tussen de 10 en de 60 kilo zware stenen. Met het idee van, dat kan een bever niet opzij tillen. Nee, ik vergis net, tussen 1 en 6 kilo zware stenen, denk ik. Heb ik het opgeschreven? Nee, 10 en 60. Dat is weer afgedekt met grond, dus alleen achteraan zie je ze liggen. Het is neergelegd tot aan die duiker. En die duiker is daarna verlengd, zodat die... De nieuwe pijp helemaal omringd is door die zware stenen. Nou, die stenen hebben we terug naar voren op de dia, ik geloof tot 40 meter afstand van het spoor hebben we die aangebracht. Dus dat moet genoeg zijn. En dat aan twee kanten. Dit kan niet zomaar. Wij kunnen niet zelfstandig besluiten van we gaan even een sloot op deze manier aanpakken. Dus daar moet je natuurlijk toestemming van het waterschap voor hebben. Want het debiet van het water, dat moet nog steeds doorheen kunnen. En we zitten ook eigenlijk de roethanen buiten ons eigen perceel. Maar dat is allemaal gelukt. Dus op zich is dit ook een aantrekkelijke oplossing geweest. En zo hebben we het bij de verzakking Glimmen gedaan. Eigenlijk dat is net Groningen, net tussen Drenthe en Groningen in. Het is een leuk verhaal. Hier heeft Cindy de Jonge, die straks ook een workshop doet... Die is bevercoördinator, Drenthe en Groningen. En die heeft allerlei contacten. Dus wij hebben hier heel mooi kunnen samenwerken met de provincie, met Staatsbosbeheer, met het waterschap, met een leverancier van bevervallen. Want hier was het plan dus om een damwand te plaatsen. Nou, dat is ook gebeurd zoals je ziet, maar het was best een lastige. Omdat het een grote vijver is die eigenlijk onbereikbaar is. Er ligt allemaal boerenland naast. Maar wat we wilden is die bever uit ons spoortaluut voordat we die damwand gingen plaatsen. Dus we hebben hem geprobeerd te verleiden met een kunstburcht. Eentje van stroobalen, ontwerp van Cindy. En een andere, maar die hebben we iets later aangelegd, gewoon eigenlijk van stevige grond, wat bevers heerlijk vinden om in te graven. Nou, het is niet gelukt om daarmee te verleiden. We hadden een soort paradijsje voor hem gemaakt, maar hij heeft het niet begrepen. Daarnaast hadden we ook twee vallen neergezet. We hadden ook een soort hel voor hem gemaakt. Als hij daarin liep, dan hadden we hem afgevoerd. Maar als je zo'n val neerzet, dan zit er een camera op en een detector. En dan moet je ook mensen hebben die daar 24 uur per dag op reageren. Want je kan die bever niet heel lang laten zitten. Dus dat is ook ingeregeld, een reactieteam. En een uitzetlocatie. En die uitzetlocatie was dan in Paterswolde, geloof ik. Klopt dat, Cindy? Waar was die uitzetlocatie toen? Kop van Drenthe, oké. Nee, want we hebben hem niet gevangen. Hij is er niet ingestonken. Maar we hebben later wel op de foto een zwemmende bever naast onze damwand. Dus het is uiteindelijk gelukt dat hij niet achter de damwand zat. En waarom wil je een persje niet achter de damwand? Nou ja, ethiek, hè? Je wil geen dieren onder de grond stoppen. Maar hij kan zich dan over je vrijgraven. Dat kan een das niet, maar een bever wel. Dan heb je dus enorm schade. En dat wil je juist voorkomen. Nou, dit is een oplossing. Ja, het is hartstikke duur. Het kost heel veel ijzer. Ijzer is zelf ook al duur. Maar je belemmert jezelf ook vervolgens in de mogelijkheden. Want ProRail krijgt vaak verzoeken vanuit de omgeving om een kabel onder het spoor door te mogen leggen. Een spoorkruising. Ja, dat kan eigenlijk niet meer. Dus je bent wel Nederland in stukjes te ophakken op deze manier. Het is een heel drastische ingreep. Ja, en ik hoor heel vaak collega's zeggen, maar ze mogen niet in het spoor. En dat is het einde van de opmerking. Ze mogen niet in het spoor. En ja, daar ben ik het wel mee eens, maar we zijn nog niet bij de oplossing met zo'n opmerking. Maar goed, ze mogen niet in het spoor, oké. Okay. We moeten ze er wel eens uithalen. Nou, hoe kun je ze eruit halen? Je kunt ze doden, je kunt ze wegpesten. En je zou kunnen proberen te vangen en uit te zetten. Nou, wat zijn daar een beetje opmerkingen bij? Allemaal wettelijk verboden. Je zult er een ontheffing moeten aanvragen en die krijg je niet zomaar. En doden, ja, dat heeft natuurlijk een ethisch dilemma. Nou, voor mij is dat ook een thema van deze dag, waar we veel aandacht aan gaan besteden.
En als tweede had ik opgeschreven, het getuigt ook van arrogantie, van ons mensen. Wij zijn de hele tijd bezig om de wereld naar onze hand te zetten. Wij willen hier iets doen, dus alles moet weg. En is dat de juiste houding? Volgens mij hebben we inmiddels zoveel voorbeelden. Klimaatproblemen, stikstof, vervuiling. Dit is niet een goede houding. Je moet respectvol met je omgeving omgaan. Maar goed, dat is geen pro-rail mening, dat is mijn mening. Dat even duidelijk. Maar ProRail heeft wel duidelijk een duurzaamheidsdoelstelling. Dus als wij zeggen, ja, wij willen die bevers niet dassen, dat willen we oplossen, dan willen we dat op een duurzame manier. Nou, wegpesten, ja, dat mag ook niet zomaar. En meestal is de eis van het bevoegd gezag, nou, ja, dan moet je een alternatieve plek voor die beesten hebben. Dan kan je bouwen, of hij moet er toevallig al zijn. En ik heb zoiets van, ja, als straks Nederland helemaal vol is met dassen en bevers, alle habitats zijn bezet, en er komen er nog meer, dan gaan ze het uitvechten. Dus eigenlijk is het een natuurlijk proces. Dus moeten wij daar misschien zelf dan ook die kant op gaan en zeggen van, goh, ja, het spoor is gewoon ongeschikt voor deze dieren, ze moeten eruit, we dwingen ze opzij en we moeten ze zelf maar uitzoeken. Dat is natuur eigenlijk. En dus de spoorinfra, de wegeninfra, de waterkerende dijken, het is geen habitat voor deze dieren. Het moet gewoon duidelijk zijn. Dat matcht niet. Ja, en vangen en uitzetten, dat kan tijdelijk een maatregel zijn. Maar ja, de uitzetlocaties die zijn al bijna op. En dat gaat niet een hele langdurige oplossing worden. Oplossing? Het is geen oplossing. Want als je alleen maar dit doet, dan rennen ze heel hard terug. Er zit een geur van die dieren, dus ze gaan meteen weer graven. Dus als je dit doet, dan moet je altijd doorpakken. Je zult het spoor, de waterkerende dijk, de andere wegen, je zult iets preventiefs moeten gaan doen. Of je moet ze allemaal uitroeien in Nederland. Zeg het maar. Of, zoals in Groningen gebeurd is, dit komt uit het bevenbeheerplan Groningen en Drenthe, het rode gebied, waar Groningen in ligt, dat is een no-go-zone. En groen is, hier is de bever welkom. Ik weet dat er andere provincies zijn die hier naar kijken en dit ook overwegen. En het is natuurlijk een tijdelijke oplossing, maar er zijn wel een paar voorwaarden aan. Want je moet natuurlijk wel, ja, het liefst de grens dicht kunnen zetten, dat er niet vrij bevers en dassen naar binnen kunnen rennen, want dan blijf je ze moeten vangen en doden. En nu nog vangen en uitzetten, maar dat is bijna afgelopen, denk ik. Maar voor ProRail is dit in ieder geval geen oplossing, want het gaat om de verhouding tussen de lengte van die zone die je hebt en het gebied wat je wil verdedigen. Nou, in Groningen kan je zeggen van, ja, in het rode gebied heb je honderden kilometers dijk die kwetsbaar is. En die gaan we nu beschermen door slechts 150 kilometer, ik weet niet precies hoeveel het is, grens aan te wijzen en daarbinnen mogen ze niet komen. Dus je gaat wel tijd rekken. Want je kunt natuurlijk die tijd benutten om in dat gebied volgens die dijken te beschermen. Nou, dat klinkt heel zinvol, maar voor ProRail geldt dat het gebied dat wij te beschermen hebben, is precies even lang als de grens. Dus je hebt eigenlijk geen winst. Als wij onze sporen aanwijzen als no-go-zone, nou, gefeliciteerd, maar dan heb je dus 6000 kilometer spoorgrens te bewaken. Dat is gewoon niet te doen. En helemaal als je beseft dat zo'n dier in een paar nachten tijd al een groot risico kan veroorzaken. Dus dan moet je iedere dag moet je alles bewaken. Nou, dat gaat gewoon niet lukken volgens mij. Dus ik zie dit niet als een oplossing voor het spoor. Wel zou het handig zijn als we samen met de provincies die dit soort zones aanwijzen, die grens handig kiezen. En nu hebben ze bijvoorbeeld bij Kropswolde, hier zo. Daar ligt het spoor net buiten de no-go-zone. Ja, dan had ik liever die no-go-zone een beetje opgeschoven. Dan hadden we wat meer vrijheden gehad. Nou ja, het doel van ProRail is dus die hinder omlaag brengen en al helemaal geen risico op ontsporingen. En dat willen we op een verantwoorde manier. En daarom moeten we van wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, de hele tijd correctief handelen, omdat er allemaal incidenten zijn, naar preventief ingrijpen. Maar goed, ik zei al net 6000 kilometer spoorgrens. Dat is bijna onbegonnen werk als je dat allemaal moet gaan beschermen. Dus, oké, van die 6000 kilometer is waarschijnlijk best een gedeelte wat niet kwetsbaar is. Bijvoorbeeld omdat er geen water in de buurt is. Ah, dan kunnen we de bever al schrappen als risicofactor.
Of omdat het spoor niet op het talud ligt, maar juist ingegraven. Dan denk ik dat het risico ook minimaal is, want die dieren die willen juist in die helling opzij graven van het spoor af. Nou, daar ben ik mee bezig. En dat kan je natuurlijk prachtig met GIS-methodes kun je op die manier gaan selecteren, mits je de goede data hebt. Maar het blijft een groot deel van de sporen kwetsbaar, want het standaard ontwerp is een talud met een weerszijde en een slootje. Zo hebben we dat jarenlang gedaan, in de jaren dat er helemaal geen bever voorkwam in Nederland. Dus we moeten dat over meer jaren gaan verspreiden. Ik denk zelf wel 15 jaar of zo. En dan ben je nog, moet je nog ieder jaar heel veel geld uitgeven. En al die tijd die je nog niet af hebt, moet je dus correctief kunnen blijven handelen. En dat moet je dus sneller en effectiever kunnen doen dan wij nu kunnen. Waar lopen we tegenaan? Waarom kan dat? Waarom is dat zo moeizaam? He, want bij de laatste twee stilleggingen van de treinen, eentje in Friesland bij Molkwerum, Stavoren en bij Esvught, in de media, heel veel mensen wisten te melden. Ja, we snappen het niet, ProRail doet niks, het is heel simpel, je moet gewoon een hekje neerzetten. Ja, was het maar zo simpel. Eigenlijk hebben we nog maar heel weinig echte goede maatregelen beschikbaar, waarvan we weten die zijn effectief, enigszins betaalbaar en vrijgegeven voor toepassing bij het spoor. 5 minuten. Oké, dankjewel. Kijk, pijlverlaging, dat kan eigenlijk niet zomaar. Dan moet je helemaal gaan uitrekenen of dat geohydrologisch wel kan. Die damwand, geen vrijgegeven product voor deze soort van toepassing. Die kennen we als de fundering. Bevergaas, volgens mij is dat het bedrijf dat het kan leveren hier straks op bij een kraam. Heel interessant product, maar het is nog helemaal niet onderzocht langs het spoor. En er zitten wel wat haken en ogen aan, dus dat moeten we gaan onderzoeken voordat we het kunnen toepassen. En steenstort, ik denk dat dat wel gewoon kan. Ja, dit is volgens mij een heel belangrijke. We moeten proberen de spoortaluts onaantrekkelijk te maken voor deze dieren. Ze zien het nu als habitat, maar dat is het niet. Dus dat moeten ze ook begrijpen. Nou, hoe kun je dat doen? Bijvoorbeeld door bomen en struiken weg te halen. Ja, en bomen weghalen in Nederland, dat is een hele lastige zaak. Want bomen is natuur. En ja, ik denk altijd, ja, er is nog meer natuur naast bomen. Dan laten wij dan een mooie, bloemrijke, schrale kruidenvegetatie creëren. Dan heb je ook natuur. Maar je stuit op onbegrip. Ook binnen ProRail trouwens hoor. Het is namelijk heel lastig om dat even te regelen. Want we hebben contracten van 5 jaar en daar zit het niet in. Dus ga het maar regelen. Je hebt binnen de gemeentes heb je weer APV's. Dan moet je weer, krijg je herplanplicht, ontheffingsaanvragen. Het is niet zo heel makkelijk. Maar toch moeten we dit gaan doen, volgens mij. En juist op de plekken waar de dieren nog niet zitten, maar waar wel habitat aanwezig is, zou je het relatief makkelijk kunnen doen. Zitten die dieren er al? Ja, dan is het hun leefgebied en dan is het eigenlijk beschermd. Nou, even een voorbeeldje. Links is de eerste keer dat ik een bever bij het spoor aantrof. Daar werd ik door Huns en Aas, waterschappen, mee naartoe genomen. Onder het struikje daar bij die sloot zat een beverburcht. Hier zie je dat er een beetje een voortalut is, dus het spoor is niet meteen bedreigd. Maar juist zo'n strookje heeft aantrekkingskracht. Of juist zo'n struikje heeft aantrekkingskracht. Nou, en rechts, zo zien de bermen er heel vaak uit, om allerlei redenen. En dit moet je dus eigenlijk niet willen. Dit moet weg, hoewel we hier nog een beetje breed talut hebben, dus het risico is niet heel erg groot. Nou ja, we weten niet precies hoeveel het kost. We hebben nu een beetje ervaring. We zijn nog nergens helemaal klaar met alle afrondende maatregelen. Maar de kosten zitten tussen dat greppeltje graven, niks. Dat heb ik op zondagmiddag gedaan. En het damwand. Ja, en dan heb je het over honderden euro's per meter. En dat zijn niet alle kosten, hè, want je hebt ook nog de proceskosten enzovoort. Die moeten we echt nog verder gaan uitdiepen. We weten nog niet precies hoeveel locaties er zijn. Zijn we aan het inventariseren? Ja, we hebben intern wel nog wat stappen te zetten, want de kennis van wet natuurbescherming is niet heel groot. Daar hebben we mensen voor aangenomen en we zijn met cursussen bezig. Maar je moet het wel netjes doen natuurlijk, wat je ook doet. We hebben een gedragscode die ons enige vrijheid geeft, maar het is nog niet slagkrachtig genoeg. We moeten een prioriteringsmethodiek hebben, zodat als onze inspecteurs buiten lopen en ze zien een das of een beverspoor, dat ze weten hoe ze moeten handelen en hoe hoog het op de prioritering moet. Omdat je nou eenmaal die 6000 kilometer moet gaan
juist de volgorde moet gaan aanpakken. Nou, er moet een werkinstructie komen voor die mensen. En herkennen van het spoor in het veld. Nou, voorbeeldje, een hol, dit is bij Kropswolde trouwens. Ja, is het een das, bever, vos, konijn? Nou, de bever valt af, want die zit onder water. Voor een konijn zou kunnen, hè, want het is een beetje groot. Een das die maakt meestal een grotere storthoop met een looppad in het midden. Nou, die komt uit op vos in dit geval. En ja, knaagsporen, een beetje gegraaf. We dachten toch bever in dit geval. Moet ik stoppen, ja, Daan? Ja, je moet een beetje een einde aan maken. Oké. Okay. Ja, nog 1 minuut. Ja. Onze organisatie is op dit moment nog niet klaar. We zijn bezig om een programma te beschrijven hoe we daar wel klaar voor gaan zijn. En dat betekent dat we landelijk dingen gaan organiseren en dat we in de gebieden de acute problemen projectmatig laten oplossen. Ja, ik heb niet ineens een einddia natuurlijk, maar even kijken. Ah, ik heb er nog 4. Een ontheffingsaanvraag kost tijd. Dat is lastig. Er zijn heel veel kwetsbare periodes. Zeker als die beide dieren samen voorkomen, dan mag je alleen nog maar in september, november actie ondernemen. Want dan zijn ze niet kwetsbaar, geen voorplanting. Het is onduidelijk, nog steeds discussie over wie nou het bevoegde gezag is voor ons en voor Rijkswaterstaat. Is het nou de RVO of de provincie? Is lastig. Natuurlijk kan het bevoegde gezag, het is meestal de RVO, onmogelijk de hele tijd spoedprocedures volgen. En ik noem het maar een periode met risiconevel. In onze gedragscode hebben we het over acute situaties, echt risico. En dan mag je wat meer. Maar het is niet helder wanneer dat nou aan de hand is. Dus dat is wel lastig. Ja, en wat mij betreft zou heel fijn zijn als er een generieke ontheffing zou komen, landelijk, maar wel met gevoel voor de gebieden. Hè? Dat je in Limburg een andere situatie hebt dan in Groningen, dat is duidelijk, maar dat kan je het best in een generieke ontheffing regelen, in een soort diagram. Ik zal stoppen. Jongen. Hartstikke fijn. En Michel, heel erg bedankt. Ik vind ook dat je op een hele respectvolle manier hebt gesproken. Dat is iets wat ik graag wel even wil benadrukken hier vandaag. Het zal best moeilijk zijn soms om uit te komen voor een bepaalde mening van jezelf of van je organisatie. Ik hoop dat we die veiligheid voelen om dat gewoon te durven te doen en elkaar erop te voeden. We moeten, als we niet eerlijk zijn, kunnen we met deze problemen op de goede manier niet omgaan. Heel erg bedankt dat je daar zo respectvol mee omgaat. Klasse. Zijn er vragen uit de zaal voor Michel? Konijnenverhaal. Nee, ons programma gaat zich alleen op dassen en bevers richten. Konijnen kunnen ook een probleem vormen, maar dat is natuurlijk al een veel langer bekend probleem. En omdat die veel minder beschermd zijn, is de oplossing ook makkelijker. Maar nylongaas klinkt niet als de goede oplossing. Dankjewel. Is er nog een andere vraag? Herhaalde vraag. Sorry. Hoe vaak doen jullie controle inspectie naar de spoor? Hoe vaak doen wij controle en inspectie? Het wisselt per locatie. En we zijn nog een monitoringprogramma aan het beschrijven. Hoe we dat willen gaan aanpakken. Het idee is dat we, zoals het nu in Drenthe en Groningen ook gebeurd is, eerst met behulp van GIS risicolocaties gaan opsporen en daar dan in het veld gaan kijken of er inderdaad wat aan de hand is. Tref je een situatie aan, dan ga je kiezen hoe vaak je daar gaat kijken. Onze gedragscode schrijft trouwens voor minstens 2 keer per jaar op een bekende locatie. Michel, jij bent vast voorbereid op de vraag, wat vind je dat er nu moet gebeuren? Ja. Zou je die vraag kunnen beantwoorden? Wat er nu als eerste moet gebeuren bij ProRail, is dat we precies die vraag gaan beantwoorden. Een monitoringprogramma gaan opstarten. Opschalen van de monitoring, risico's in kaart brengen. Ja. Dank je. Dat is echt de eerste stap. Oké. Okay. Nog een laatste vraag uit de zaal. Ja, dank u. Een vraag was, misschien is het een optie om een meetinstallatie te voorzien in de treinen. Zoals er bij ons in Vlaanderen ook meettreinen rondrijden. Maar om het dan meer systematisch toe te passen en op die manier anomalieën
meer tijdig te kunnen detecteren in verband met vervormingen die het spoor uiteindelijk kan krijgen. Ja, nou, in Nederland kennen we ook meetreinen. Even kijken, hoe vaak rijden die? Waar zitten de experts van ProRail? Twee keer per jaar wordt er... Vier keer per jaar wordt er gemeten op die manier. Het nadeel is, je bent daar wel altijd te laat. Als je dan een verzakking hebt, die meet je, maar dan ben je te laat. Dus we willen dat voor zijn. Maar het hoort bij het opschalen van de monitoring. Dus het is een hele waarde. Zeker, zeker. En aanvullend is, leuk om te melden, daar had ik nog een sheet van, maar ja, de tijd. We hebben overal langs het spoor glasvezelkabels liggen. En er is een nieuwe techniek. Dan kan je een signaaltje in die glasvezel sturen. En dan komt er een soort echo terug. En dan kunnen ze op de meter nauwkeurig trillingen waarnemen. En er staat veelbelovend dat we gravende dieren kunnen horen op de meter nauwkeurig. Vanmiddag zijn er vier workshops over graverij in keringen en taluds. Daar komt deze techniek ongetwijfeld aan de orde. Hartstikke bedankt. Groot applaus voor Michel. Ja.